Honderden Nederlandse leiders waren afgelopen week in Hoofddorp voor de Ministers Conference. Een conferentie georganiseerd door River Church om leiders te bemoedigen en aan te moedigen in hun bediening. Daarbij is er ook een leidersnetwerk gelanceerd. Initiatiefnemer Ben Kroeske vertelt over dit initiatief. Wat wij willen doen hier is echt een plek creëren of een plek faciliteren waar mensen van kunnen komen, kunnen ontvangen en verbinding kunnen maken. En dat is wat we echt gezien hebben de afgelopen dagen. Sowieso de opkomst was ver boven bidden en verwachten. Honderden leiders vanuit 15 verschillende landen van Europa, natuurlijk vanuit heel Nederland ook. Maar wat we zagen, we hadden de pastors lunch op vrijdagmiddag. 100 man, wat het in geloof gezegd van, hey, we willen 100 leiders daar hebben. Wisten niet of er ook maar iemand zou komen. Uiteindelijk moesten we mensen wegsturen, omdat er niet genoeg ruimte was om al die leiders te ontvangen. Wat vonden de leiders eigenlijk van de aftrap van dit leidersnetwerk? Wij zitten in het noorden en soms heb je gewoon het gevoel van, nou ja, we zijn hier maar aan het, ploeteren soms. En er gebeurt heel veel moois, maar het is ook heel mooi als je ook met andere mensen samen bemoedigd wordt en aangevuurd wordt. Dus we waren heel blij dat dit kwam. Dat wij elkaar rugdekking geven, niet elkaar competeren, maar juist... He, als er iets kwaads gezegd wordt over een ander, dat ik zeg, hey, blijf van hem af, want het is mijn vriend. En dat we elkaar gaan steunen, dat we bouwen aan eenheid. Want de Bijbel zegt, zie hoe lief zij elkander hebben. En dat de wereld daardoor zal zien en geloven en weten. Het gebed van Jezus is, Vader, dat ze één zijn, omdat de wereld weet en ziet en gelooft. De Bijbel zegt ook, 1 verslaat er 1000 en 2 verslaat er 10.000. Het is cumulatief. Hè? Met hoe meer mensen je bent, hoe groter, meer impact je kan maken. En je staat gewoon schouder aan schouder. Weet je? Dus je begrijpt elkaar. Hè? En je begrijpt elkaar in de dingen, de uitdagingen die er kunnen zijn. Maar je wil ook samen echt de overwinningen vieren. Ja. En als je daar zat, ik keek rond in die zaal en ik liep rond in die zaal waar we allemaal zaten te lunchen. En het was net alsof we dit al 10 jaar deden. En als we elkaar al vele jaren kennen. En heel veel van deze leiders ontmoeten elkaar voor het eerst aan die tafels. Er werd verbinding gemaakt, er werd relatie gebouwd. Dit zijn mensen die samenkomen, allemaal hun eigen hart hebben voor opwekking in hun land, in hun stad. Om te wandelen in geloof, in de kracht van God. En die komen allemaal samen hier op deze plek om te verbinden. Spreker was Jonathan Shuttlesworth, een radicale spreker uit de VS die zo te horen geen zoete broodjes kan bakken. For everybody in your family, everybody in your church that's devalued the call of God on your life, that makes it seem like it's a step down, I want to tell you with every fiber of my being, I am looking at the men and women that God is going to use to shake Europe and shake the world. They're not out there, they're in here and God wants to touch you today. Wat is de impact eigenlijk van zo'n boodschap? Dus niet alleen maar informatieoverdracht. Maar vooral echt die geestelijke bekrachtiging vanuit zijn hart naar ons hart. Eigenlijk echt vanuit Gods hart naar ons hart. En er was enorme honger voor. Er was ook elke dag handoplegging voor alle bedieningen, voorgangersleiders. En ik geloof echt dat we nooit meer dezelfde zullen zijn. Daarnaast ook de prediking zelf. Dat iets gewoon in je gestopt wordt. Met autoriteit over de vijand. Maar daarnaast ook wat je ziet in het boek Handelingen. Dus dat hele steden kwamen om het woord te horen. En dat is waar we voor geloven, ook voor Europa. Dat in de steden van Europa, de dorpen van Europa, dat de tijden gaan komen door de kracht van God, door de kracht van de Heilige Geest, door de krachtige kerk die opstaat, de glorieuze kerk die opstaat, in de kracht van de Heilige Geest, dat de hele steden gaan komen, hele dorpen gaan komen om het woord te horen. Dus echt wel een week die enorme impact heeft gemaakt. Ik heb ook natuurlijk veel voorgangers en leiders gesproken de afgelopen dagen. En die zeiden allemaal van, man, we gaan echt veranderd, getransformeerd naar huis. Dus ontzettend dankbaar voor wat God allemaal gedaan heeft. Ja, voor mij eigenlijk een heel groot stuk geloof. En echt afscheid nemen van klein denken. Je ziet om je heen dat als God het hier kan doen of ergens anders kan doen, dan kan hij het ook in onze stad doen. Ja, dus dat was echt heel bemoedigend. Ja.